أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Beste aanwezigen, meneer de voorzitter, doorheen de tijd is het een gewoonte geweest van God Almachtig om profeten te sturen als leiding voor de mensheid, als leiding voor de wereld, om de mensheid het rechte pad en het pad van God te tonen. Zozeer zelfs dat er volgens de ahadies 124.000 profeten gezonden waren doorheen de geschiedenis door God Almachtig. Bij het sturen van profeten was het ook vastgesteld dat enige tekenen en aanduidingen deze profeten zouden vergezellen als tekenen van hun waarachtigheid. Er is sprake van profeten die wonderen verrichten, zaken verrichten die wonderen bleken te zijn voor het volk. Het wonder van profeet Mozes alayhi salam, wiens wandelstok omgezet werd tot een slang. Het wonder van de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam, die de maan splitste met een klein gebaar met zijn hand. God weet natuurlijk beter wat de werkelijke aard is van die gebeurtenissen, maar in ieder geval bleken die gebeurtenissen wonderen te zijn voor de gewone mens. Zo is nog een vermogen die gegeven wordt aan profeten, dat zij wat kennis ontvangen over het ongeziene, over zaken die niet rechtstreeks zichtbaar of aanschouwelijk zijn voor de mens. Dit is in overeenstemming met het volgende vers van de Heilige Koran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Met vertaling: Hij is de kenner van het onzienlijke en hij geeft niemand overvloedig kennis van zijn geheimen, behalve hem die hij als boodschapper kiest. Beste luisteraars, kennis over de toekomst maakt ook deel uit van het ongeziene. Zo hebben de profeten in hun tijd voorspellingen en profetieën gemaakt die bij het uitkomen getuigen waren van de waarachtigheid van de profeet en van de religie die zij brachten. Beste aanwezigen, ook de stichter van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, alayhi salatu wassalam, de beloofde Messias en Mahdi, heeft als iedere andere profeet een groot aantal profetieën gedaan door kennis te hebben ontvangen door God Almachtig. De profetieën die uiteindelijk ook tot vervulling kwamen op de meest heldere wijze. De beloofde Messias alayhi salam heeft gezegd: Al mijn profetieën zijn uitgekomen, of in het geval van de profetieën die uit twee delen bestaan, is tot nu toe tenminste één deel uitgekomen. Zelfs als iemand zijn hele leven zou streven in de hoop een profetie te vinden die uit mijn mond is uitgesproken, waarover men zou kunnen beweren dat ze onvervuld is gebleven, zal hij niet in staat zijn er ook maar één te vinden. De profetieën van de beloofde Messias al-Islam maken een zeer groot deel uit van zijn literatuur en spelen dus ook een belangrijke rol als getuige van zijn waarachtigheid. Dit is ook juist het onderwerp van mijn toespraak. Zoals meneer de voorzitter juist zei, de profetieën van de beloofde Messias al-Islam al-Islam. Nu, voor het aanvangen van het onderwerp zou ik ook nog willen zeggen dat dit een onderwerp is dat in realiteit erg veel tijd vereist. Maar door gebrek aan tijd zal ik enkele onderscheidende voorspellingen bespreken, enkel en slechts als de tijd mij het toestaat. Ik zal aanvangen met een van de meest bekende voorspellingen van de beloofde Messias, alayhi salatu wassalam, de voorspelling over de plaag of de pest. De oorsprong van de pestprofetie is terug te voeren op een van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam's vroegste en bekendste openbaringen. Tijdens het schrijven van zijn eerste boek, Brahine Ahmadiyya, beweerde hij dat God hem op een goddelijke wijze de woorden had geopenbaard. De woorden zijn als volgt: Een waarschuwer kwam naar de wereld, maar de wereld aanvaarde hem niet. Maar God zal hem aanvaarden en zijn waarheid openbaren door krachtige aanvallen. Dit werd geopenbaard voordat Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam enige aanspraak had gedaan op het profeetschap of op het zijn van de Messias en de Mahdi. Zoals na verloop van de tijd zou blijken, vormde deze openbaring niet alleen de basis van de profetie in kwestie,
Maar van alle bestraffende voorspellingen, bestraffende profetieën van de beloofde Messias, alayhissalatu wassalam. Het verwijst natuurlijk ook naar verschillende sleutelaspecten van de pestprofetie. Ten eerste zou Hazrat Ahmed, alayhissalatu wassalam, in de periode voorafgaand aan de uitbraak van de pest, niet alleen een goddelijke geïnspireerde bewering hebben gedaan, maar hij zou ook bezig zijn met zijn profetische missie. Ten tweede dat de epidemie haar oorsprong zou vinden in de verwerping en ontkenning van de beloofde Messias al-Islam. Ten derde dat God het volk zou straffen voor hun daden en de waarheid van de beloofde Messias al-Islam zou openbaren door middel van krachtige aanvallen, de pest dus, in dit geval. Nu, meer impliciete verwijzingen naar het uitbreken van de ziekte verschenen ruim na Hazrat Ahmed al-Islam's bewering een profeet van God en de Messias te zijn. Het was in februari 1898 dat Hazrat Ahmed al-Islam zijn eerste openbare aankondiging deed over de pest en voorspelde dat deze zich over de Punjab zou verspreiden. Toen deze aankondiging werd gepubliceerd, was de pest al in India gearriveerd, begonnen in Bombay in 1896. En vervolgens verspreidde het zich naar de omgeving. Maar zij had nog geen epidemische omvang bereikt. Namelijk, het was gelimiteerd rond het gebied van Bombay. Het uitbreken van de ziekte verontrustte de regerende Britse regering, die vanaf het begin van de uitbraak krachtige en energieke pogingen ondernam om de verspreiding ervan te beperken. Onder de heersende klasse heerste de reële vrees dat een grootschalige epidemie een bedreiging zou kunnen vormen voor het Rijk, de Indiase sociale orde en nog de internationale handel. Dit resulteerde in grootschalige staatsinterventies om de ziekte onder controle te krijgen, waaronder maatregelen als quarantaine, reisbeperkingen, isolatiekampen voor de zieken en de evacuatie van hele steden. Ook buitenlandse pestcommissies kwamen naar India om statistisch en wetenschappelijk onderzoek te voeren naar de oorzaak van de ziekte en naar de manieren om deze te bestrijden. Nu, ondanks deze omstandigheden voorspelde de beloofde Messias al-Islam met aandrang dat alleen goddelijke interventie de verwoesting kon beperken en dat de pest spoedig een verwoesting zou aanrichten in de Punjab. Men moet noteren dat gedurende de voorspelling over de pest van de beloofde Messias al-Islam de pest nog geen epidemische omvang had bereikt. Het was gelimiteerd tot de regio van Bombay. En in die tijdperiode had de beloofde Messias al-Islam geprofiteerd dat het zoveel levens zal eisen. Dat het niet alleen gelimiteerd zou blijven tot Bombay, maar dat het ergere gevolgen zal hebben in Punjab. En dit was wanneer er nog geen enkele sterfgeval was in de Punjab door de pest. De beloofde Messias al-Islam schrijft: vandaag, zondag 6 februari 1898, zag ik een droom dat Gods engelen zwarte bomen aan het planten waren in verschillende delen van de Punjab. De bomen waren erg lelijk, zwart van kleur, angstaanjagend en van kleine omvang. Ik vroeg aan sommigen van hen die ze planten: wat zijn dat voor bomen? Zij antwoordden: dat zijn bomen van de pest die zich binnenkort in het land zal verspreiden. Het bleef mij onduidelijk of er gezegd werd dat de pest zich zou verspreiden tijdens de komende winter of de winter daarna. Maar het was een vreselijk teken dat ik zag. Nu, in dezelfde aankondiging verwees de beloofde Messias al-Islam ook naar een andere openbaring. Hij schreef: voor deze droom ontving ik ook een openbaring over de pest. Dat wil zeggen, zolang de mensen zich niet genezen van de ziekte van hun zonden, zal de epidemie van deze wereld niet worden verlicht. Hij voegde eraan toe dat, omdat dit een profetie van waarschuwing was, deze kon worden voorkomen indien het volk berouw toonde over zijn wandaden en zich bekeerde tot vroomheid en deugdzaamheid. In zijn boek Kishtiyanu schreef de beloofde Messias, alayhissalatu wassalam: in deze huidige tijden heeft God een teken van hemelse barmhartigheid willen tonen. Dus heeft hij mij medegedeeld dat ik en alle die binnen de vier muren van mijn huis wonen, die mij geheel en onvoorwaardelijk volgen, die gehoorzaam zijn aan mij en die zich op grond van hun rechtschapenheid aan mij hebben toegewijd, gered zullen worden van de pest. Echter, iedereen die mij niet absoluut volgt, maakt geen deel uit
tussen haakjes, van mijn gemeenschap. Nu in de Zulul Messie, nog een geschrift van de beloofde Messias, al-Islam, heeft hij de betekenis van de vier muren van zijn huis uitgelegd. Zoals in het vorige extract, de beloofde Messias, al-Islam, heeft ons ingelicht dat God Almachtig hem heeft verteld: degene die binnen de vier muren van zijn huis zijn, zij zullen gered worden van de pest. Nu legt hij uit, wat wordt er nu bedoeld met de vier muren van zijn huis? Wat is de betekenis ervan? Hij zegt, in de afgelopen dagen heeft God mij geopenbaard, ik zal allen redden die binnen de vier muren van hun huis wonen, met uitzondering van hen die zich hoogmoedig gedragen en voor zichzelf een hoge positie aannemen. En ik zal u met onderscheiding redden. Vrede zij met u van God, de Barmhartige. Het moet bekend zijn dat het decreet betreffende Qadian twee aspecten heeft. Ten eerste zijn decreet dat betrekking heeft op de stad in het algemeen, dat Qadian gered zal worden van een plaag die chaos en vernietiging brengt en hele woningen verteert. Ten tweede zijn decreet dat betrekking heeft op mijn huis in het bijzonder, dat allen die daarin wonen gered zullen worden van de verwoestingen die bepaalde inwoners van Qadian zouden kunnen treffen. Nu is de vraag, wat waren dan de gevolgen van de pest? En in welke mate werden de verschillende aspecten van de profetie vervuld? Om te beginnen was de kracht van de verwoesting veroorzaakt door deze pestepidemie in de Punjab en India als geheel zeer immers. De derde pestepidemie eiste tussen 1898 en 1948 meer dan 12 miljoen levens. De pest was op kleine schaal ook verspreid naar andere landen van de wereld, maar eiste daar slechts enkele honderden levens in vergelijking met de miljoenen in India. De vervulling van de profetie van de beloofde Messias al-Islam bleek ook uit de publieke en burgerlijke reactie waar te zijn. Zoals reeds duidelijk is gemaakt, zag de beloofde Messias al-Islam de plaag als een teken van waarschuwing en goddelijke toren. Het doel ervan was de mensen angst aan te jagen, zodat zij zich zouden bekeren van hun zonden. Dit is uiterst relevant, want bijna alle schrijvers en historici die over dit onderwerp hebben geschreven, zijn het erover eens dat de paniek die de pest veroorzaakte in alle lagen van de samenleving geen direct verband hield met de dodelijkheid van de epidemie. Hoewel de builenpest een grote moordenaar was het niet de meest dodelijke epidemie die in India in de vergelijkbare periode heeft geteisterd. Zowel malaria als tuberculose eisten twee keer zoveel slachtoffers. Delen van India leden in die tijd ook onder hongersnood en cholera. Maar het was de pest die de meest angst en paniek zaaide, zowel bij de heersende klasse als bij het grote publiek. Sommige schrijvers over dit onderwerp zijn zo ver gegaan om te suggereren dat het belang van de pest niet ligt in de verliezen aan mensenlevens, dat het belang van de pest niet ligt door de angst die ontstaan is door het verlies aan mensenlevens, maar in de politieke en publieke onrust die het veroorzaakte. Nu met betrekking tot het aspect van de profetie dat mensen binnen de vier muren van het verblijf van de beloofde Messias al-Islam en werkelijke volgelingen van hem onaangetast zullen blijven, het bewijs daarvan komt uit de geschriften van de beloofde Messias al-Islam en historische verslagen en de verslagen van zijn metgezellen. Hoewel er geen echte statistieken zijn over de mate waarin de pest Qadian trof, weten we door anekdotisch bewijsmateriaal, waaronder dat van de beloofde Messias al-Islam, dat de kleine stad aanvallen ervoer van de pest. Maar niet zoals de verwoesting die grote delen van de provincie trof. Nogmaals, er is geen statistisch bewijs over de aantallen Ahmadi-moslims die aan de ziekte gestorven zijn. Nog is er iets dat daarop verwijst dat het aantal op enige wijze groot was. Tijdens de pestjaren publiceerde de beloofde Messias al-Islam op grote schaal een aantal boeken en advertenties over het onderwerp van zijn profetie, waarvan er geen enkele door zijn tegenstanders werd bestreden. Wat zeker en boven alle twijfel verheven is, is dat er geen sterfgevallen waren onder de mensen die in het eigenlijke huis van de beloofde Messias al-Islam leefden. In feite, volgens verschillende uitreksels uit Hazrat Ahmad al-Islam's geschriften,
in alle gevallen waar pest werd gevreesd of een ziekte kon worden opgevat als de pest, herstelde het individu volledig. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam's profetie van de pest was een nadrukkelijke bevestiging van zijn aanspraak op het profeetschap en zijn aanspraak op het zijn van de beloofde Messias al-Islam en Mahdi, wiens komst voorspeld was door de heilige profeet Mohammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Het verscheen als een waarschuwingsteken voor hen die zijn boodschap verwierpen en hem afbeelden als een bedrieger. Het werd op opmerkelijke wijze vervuld op de exacte wijze waarop het was voorspeld. Beste aanwezigen, ik zal nu verder gaan tot de tweede profetie. Het is geen specifieke profetie, het heeft meer een algemene vorm. En het is de profetie gedaan door de beloofde Messias al-Islam op verschillende gelegenheden. In de algemene zin is de profetie als volgt: de vooruitgang en verspreiding van de jamaat op significante wijze. En openbaring van de beloofde Messias al-Islam, die hij als volgt verhelderde voor de hele wereld, was: Allah inna nasrullahi qareeb ya'tika min kulli fajjin amiq ya'tuna min kulli fajjin amiq. Vertaling: hoor toe, de hulp van Allah is nabij. Mensen zullen naar u toekomen in zo'n grote hoeveelheid dat de wegen waar langs zij zullen passeren dieper zullen worden, wegens de menigte van mensen. Dit werd geopenbaard in 1882. Hazrat Masih Maud alayhissalatu wassalam verbleef in een dorp waarheen zelfs geen goede wegen leidden. In die tijd reden er geen bussen of treinen in die richting. Het dichtstbijzijnde treinstation lag op een afstand van 12 mijl. In dat dorp was er geen handel en industrie. Er waren geen markten. Toch in zo'n scenario deelde God Almachtig hem mee dat mensen naar hem toe zouden komen. Huzoor alayhissalam was in die tijd zeer onbekend, maar men ziet hoe God toekwam op zijn belofte. Stap voor stap nam zijn bekendheid toe, zijn aantal volgers nam toe. Qadian werd bekend in India. Massa volk begon naar Qadian te komen met het doel de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam te aanvaarden. De jamaat bleef groeien, van honderden leden tot duizenden, van duizenden tot honderdduizenden. En vandaag de dag zijn er tientallen miljoenen Ahmadi-moslims verspreid over de hele wereld. De Ahmadiyya-moslimgemeenschap is gekend op wereldniveau als een vredevolle, dynamische en respectvolle gemeenschap. Er is geen gemeenschap die de islam en de mensheid aan het dienen is op het niveau van de Ahmadiyya-moslimgemeenschap. En men moet onthouden, al dit begon vanuit een onbekend en moeilijk bereikbaar dorp met enkele duizenden inwoners in India, door de hand van een onbekend persoon, zonder enige wereldse relaties. Dit was enkel de hulp van God Almachtig die hij beloofd had aan de beloofde Messias al-Islam. De beloofde Messias al-Islam heeft dit prachtig uitgebeeld in het volgende couplet: Met ha garibo bekas gumnaam be hunar koi na janta tha ke hai qadiyan kidhar logo ki is taraf ko zara bhi nazar na thi mere wujood ki bhi kisi ko khabar na thi ab dekhte ho kaisa rujue jahan hua ek mar jaye khawas hi qadiyan hua. Ik was arm en hulpeloos, onbekend en ongeschoold. Niemand had kennis over waar Qadian was. De aandacht van mensen was zelfs op het minst niet gericht naar deze richting. Niemand had kennis over mijn bestaan. Nu ziet gij hoe de loop van de wereld is omgedraaid. Qadian is een speciale plaats van toevlucht geworden. God openbaarde aan de beloofde Messias al-Islam: ik zal ervoor zorgen dat uw boodschap de hoeken van de wereld bereikt. Op een andere plaats vermeldt Zohar al-Islam het volgende: degenen die buiten deze jamaat zijn, zullen van dag tot dag blijven afnemen. Alle moslimsecten die buiten deze jamaat staan, zullen met de dag afnemen en zullen ofwel tot deze jamaat toetreden, ofwel uitsterven. Net zoals de Joden afnamen totdat er nog maar een zeer klein aantal over is. Hetzelfde zal het einde zijn van de tegenstanders van deze jamaat. Door de genade van Allah de Almachtige is het zaad van de moslimjamaat dat in het tijdperk van de beloofde Messias alayhissalatu wassalam werd gevestigd, het zaad van Hazrat Masih Maud alayhissalatu wassalam, dat over de hele wereld werd gezaaid, in zijn tijd werd gezaaid. Het is nu een boom vol vruchten geworden.
met zijn takken verspreid over meer dan 200 landen van de wereld en het aantal gepassioneerde volgelingen van de beloofde Messias al-Islam neemt van dag tot dag toe. In het leven van de beloofde Messias al-Islam was het grootste aantal Ahmadis aanwezig op het subcontinent alleen. En er waren slechts een handvol Ahmadis te vinden in andere landen. Tegenwoordig hebben de volgelingen van de Ahmadiyya Jamaat zich verspreid over bijna alle landen van elk continent over de hele wereld. Bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Hongarije, Spanje, Malta, Italië, Denemarken, Bulgarije, Australië, Japan, Nieuw-Zeeland, Fiji, Mauritius, Indonesië, Maleisië, Sri Lanka en de lijst gaat verder. Ahmadiyya missiehuizen en moskeeën zijn goed gevestigd in deze landen. Na het overlijden van de beloofde Messias, al-Islam, door de zegeningen van Allah de Almachtige, zijn er moskeeën, missiehuizen en missionarissen te vinden in al die landen waar de Ahmadiyya Jamaat zich heeft verspreid, inclusief de paar landen die hierboven zijn genoemd. Beste aanwezigen, als men slechts naar de vooruitgang in 2021 of 2022 kijkt, ziet men hoe een volkomen wijze deze belofte van God Almachtig aan het uitkomen is. Ik zal specifiek de vooruitgang in detail van 2021 noemen. Op een jaar tijd heeft de Ahmadiyya Moslimgemeenschap 211 moskeeën gebouwd, inclusief de moskeeën die overgenomen zijn van andere gemeenschappen. In een jaar tijd heeft de Jamaat 123 missiehuizen gevestigd. 284 verschillende boeken of flyers werden gepubliceerd. Dat resulteerde in 3.680.000 kopieën ervan. Rond de 7 miljoen flyers werden uitgedeeld, dat een reikwijdte had van 17 miljoen mensen. Rond de 125.000 mensen trad toe tot de Ahmadiyya Moslimgemeenschap in 2021 alleen. Men moet ook in het oog houden dat dit enkel de cijfers zijn van één jaar. De Ahmadiyya Moslimgemeenschap heeft de Heilige Koran in meer dan 70 talen vertaald. Het heeft een 24/7 werkende tv-zender, niet enkel met alleen kanaal, maar met 8 verschillende kanalen. De boodschap van de beloofde Messias al-Islam bereikt elke hoek van de wereld door middel van MTA. En dit is de letterlijke uitwerking van de belofte: ik zal ervoor zorgen dat uw boodschap de hoeken van de wereld bereikt. Beste luisteraars, al dit vooruitgang en prestaties hebben niet zonder tegenstand en beproevingen plaatsgevonden. Maar al deze beproevingen en tegenstand hebben zij voor enige vertraging in de vooruitgang van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap gezorgd? Helemaal niet. Ook dit was een belofte aan de beloofde Messias al-Islam door Allah de Almachtige. De beloofde Messias al-Islam was beloofd dat geen enkel individu hem schade zou kunnen berokkenen en dat God zijn helper zou zijn. God zei tegen hem: Wa illam ya'simuka an-nasu fa ya'simuka Allahu min 'indih. Ya'simuka Allahu min 'indihi wa illam ya'simuka an-nas. En indien alle mensen nalaten u te beschermen, zal God u beschermen. En God zal u zeker met zijn hulp beschermen, zelfs indien alle mensen ervan afzien. Na de nederdaling van deze goddelijke openbaring werd Hazrat Ahmad al-Islam's familie zijn tegenstanders. Inwoners van Qadian, Hindoes, Sikhs, Christenen en alle moslimsekten stonden vijandig tegenover hem. Fatwa's die zijn ongeloof opriepen, werden uitgesproken. Fatwa's voor zijn dood werden afgekondigd. Hij werd wettelijk vervolgd voor moord en tientallen andere zaken doorheen zijn leven. Maar zoals in het geval van de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, verijdelde Allah de moordplannen van al zijn tegenstanders, beschermde hem gedurende zijn hele leven en hij overleed op een natuurlijke wijze. God Almachtig openbaarde aan hem: uw nageslacht zal niet worden uitgeroeid en zal bloeien tot aan het einde der dagen. God zal uw naam in ere houden tot de dag waarop de wereld vergaat en zal uw boodschap tot de einden der aarde overbrengen. Ik zal u verheffen en u tot mij roepen, maar uw naam zal nooit van de aarde worden uitgewist. Het zal zo zijn dat allen die u trachten te vernederen en die vastbesloten zijn u te doen mislukken en u te gronden willen richten, zelf gefrustreerd zullen worden en in mislukking en frustratie zullen sterven. Maar God zal u volkomen succes schenken. Met God als onze getuige moeten we onszelf afvragen of God de boodschap van Hazrat Ahmad al-Islam niet tot in de uithoeken van de aarde heeft overgebracht
via kranten, tijdschriften, radiostations, televisiekanalen, MTA, sociale media en het internet. Grote secten van grote religies, prominente geleerden, religieuze leiders en regeringen hebben geprobeerd om de verspreiding van zijn boodschap tegen te houden en te onderdrukken. Maar heeft God hen succes gegeven of hen gefrustreerd? Zijn zij erin geslaagd te voorkomen dat zijn boodschap de uithoeken van de aarde bereikt? Helemaal niet. God openbaarde aan de beloofde Messias, alayhissalatu wassalam, inni muhinun man arada ihanataka. Ik zal hem vernederen die u probeert te vernederen. Beste luisteraars, waar is Mohammed Hussein Batalwi die beweerde de beloofde Messias, alayhissalatu wassalam, te vernederen en voor zijn ondergang te zorgen? Waar is Abdullah Adham die zelf de dood van de beloofde Messias, alayhissalatu wassalam, voorspelde? Waar zijn al de zogenaamde geleerden en leiders met duizenden volgelingen die het op hun eigen naam in de beloofde Messias, alayhissalatu wassalam, leed te berokkenen en een einde te brengen aan deze goddelijke gemeenschap? Waar zijn al de tegenstanders van de Ahmadiyya moslimgemeenschap die geprobeerd hebben na de beloofde Messias, alayhi salam, tijdens de tijd van Khilafat-e Ula, Khilafat-e Sania, Khilafat-e Salsa, tijdens het kalifaat van de Ahmadiyya moslimgemeenschap een stop te zetten aan de vooruitgang van de beloofde Messias, alayhi salam, en de gemeenschap van de beloofde Messias, alayhi salatu wassalam? Er is geen enkele sprake van hen vandaag de dag. Zij waren het die de beloofde Messias, alayhi salatu wassalam, probeerden te vernederen. Maar in tegendeel werden zij vernederd door God Almachtig. God zorgde ervoor dat hun plannen faalden en zij waren het die een vernederende dood stierven. In tegendeel van hun profetie die zij over de beloofde Messias al-Islam hadden gedaan. Zo vervulde God de belofte dat hij degenen zou vernederen die de beloofde Messias al-Islam trachten te vernederen. Beste luisteraars, nu komt mijn toespraak tot een einde. Mogen God Almachtig ons de mogelijkheid geven om verder dit onderwerp te bestuderen. Mogen Hij ons de mogelijkheid geven om dit onderwerp, het belang ervan, te begrijpen. Ik zou op het einde nog willen melden dat de beloofde Messias al-Islam honderden duizenden profetieën heeft gemaakt. Er is een speciaal boek dat heel voorop staat als het komt bij de profetieën van de beloofde Messias, alayhissalatu wassalam, de voorspellingen van de beloofde Messias, alayhissalatu wassalam. En dat is Haqiqatul Wahi. Hij heeft daarin bijna 200, of misschien meer dan 200 profetieën neergeschreven. En het speciale aan dit boek is, hij heeft daarnaast ook uitgelegd hoe deze profetieën in vervulling kwamen. Dus ik raad jullie zeker aan, als jullie geïnteresseerd zijn in dit onderwerp, ook al bent u niet geïnteresseerd in dit onderwerp, om uw geloof, om uw imaan te versterken, is het een zeer voordelig boek. Dus ik raad u zeker aan om Haqiqatul Wahi zeer zeker eens te lezen. Het was een zeer uitgebreid onderwerp dat helaas moeilijk uit te breiden is in 30 minuten. Maar ik hoop dat de aanwezigen hier voordeel uit zou kunnen halen. Zakumullah, sinds de zaak. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alameen.